Welkom naar mijn eerste YouTube-video, wat in een kombuis is. Ik heb het zo, hè. Eerstens, ik wil niet zeggen, ik heb het vroeger in de vorige video geniet, maar het is gelukkig naar het groen. Maar in elk geval, so vandaag gaan we gaan over een recept wat ik met jullie ga delen. Hier is ook de eerste keer dat ik dit recept probeer, ik heb het nog nooit probeer, nee, so ik hoop dat het goed uitdraai. Ik ga jullie energy bowls laten maken, of jullie maken. So ja, als jij die recept wil neerschrijven, zou ik onder de agenda of jij pen en papier krijgt of nooit als je voor maakt. Cool, geniet die video, like en subscribe. Oké, so ik ga vanaf jullie recept hier alles gaan benodig. Jij gaan gluten-free uitsnurig he, oké. Almond butter, dit is hier, dit is dus peanut butter. Je kan al mooie peanut butter ook gebruiken. Maak niet zeker dat het dol met die nou sugar, nou salt. Oké, okay, ons gaan rauwe honey gebruiken. So, dit is nie die jening wat ons in die pootjies kan hier is soos die regte jening. Oké, okay, en chai seeds. Ja, dis hierdie. Chai seeds. Ons gaan flax seeds, dit lyk baie dieselfde. Oké, okay, coconut shavings. Cinnamon. En ja, dus dit. Dit is ons alles wat we gaan gebruiken. En ja, geef het weer. Oké, okay, dus we gaan in die ijskas sit vir 10 minuten. Ek sit vir my boon. Vir 10 minuten.
Oké, okay, sowieso, dat ik net een beetje, niet een klein beetje, want die gaan dit niet onzetten. Dus net een klein beetje met, ik heb een scoop, een spike, gespike. En dan al je huigen doen, dus jij gaat jou hierdie uithaal. En dan ga jij net jouw handen ook in die spike. Hier is baie olierig, maar het is beter dat je handen niet vast zit. En dan gaan jij. Dan gaan jij zo'n balletje vat. Uw. En dan een beetje rol. Zo'n balletje rol. En het opzet. En zo doe jij het met allemaal. Voordat je klaar is. Ek het op die ouwe net hierdie een gebruik. En al wat ons nou op te doen is, ons kan die insert overnight. Nou vir die eindproduk, soos ek het klop van het geëet, is redig lekker. Het is redig lekker en het is nou hard geword. So, dit is nou soos hard en dit is rarig lekker, ek beloof, soos ek sal allemaal opeet in een dag as ek moet. Dit is rarig lekker, so ja. Waar ek begin om my video gekyk het, ek hoop dat dit geniet die recept en dit is rarig baie makkelijk om te maak. Like en subscribe hierdie video en as ek by 200 subscribers kom, sal ek een klein giveaway hou. So ja, cool, geniet die dag en die vakantie verder.